Het gevoel dat je nu 2 keer start, dat is wel een lekker gevoel dat je echt bij het team hoort. En ja, het is natuurlijk altijd lekkerder om een wedstrijd te starten dan op de bank te beginnen uiteindelijk. Ja, ik ben wel tevreden erover. Ik denk dat ik wel goed heb gespeeld, ook complimenten heb gehad. En dan denk ik dat ik wel tevreden mag zijn. Tegen Sandaar dan begon ik om de basis, omdat Stijn die raakte geblesseerd tegen Zulte Waregem. En ja, dat ging heel goed. En ja, doordat Teddy terugkwam van zijn schorsing, heeft de trainer de keuze gemaakt om toen Teddy erin te zetten, wat ten koste van mij ging. Alleen ik denk dat ik daarna met mijn invalbeurt daar belangrijk ben geweest voor het team ook. En tegen Genk stond ik weer terug in de ploeg. En ja, dat ging ook wel lukken. Ik denk dat we alle wedstrijden wel goed gespeeld hebben ook. Ik denk dat we met meer geluk tegen Standaard hadden gewonnen. En dan heb je 7 op 12. En ik denk dat het dan zeker geen slecht resultaat is. Best wel een voetballend team. Vooral het middenveld houdt ook van het voetballende gedeelte. En ja, voor de rest is het wel een aardig team. Ik denk dat ze een goede indruk achter hebben gelaten. Ook in de play-offs dat we tegen ze gespeeld hebben. Maar ik denk dat het zeker haalbaar moet zijn om de 3 punten hier thuis te houden.